Dan gaan we maar gelijk met de deur in huis vallen. Neesiet of Kramer? Dat weten ze allebei nog niet. Dus nee, dat is iets dat gaan we nog bespreken. En ja, dat hoort erbij. We testen, kijken. Nou, dat hebben we de hele week weer gedaan. We hebben een goede oefenwedstrijd gespeeld. Zeker de eerste helft. Dus dat gaan we allemaal weer meenemen. Daarin heeft hij wel zijn visitekaartje afgegeven, Neesiet. Ja, maar dat doet Thomas altijd hoor. Thomas traint altijd hard en dus daar is geen commentaar op. Dus. In hoeverre zou je wel eventueel moeten wijzigen gezien blessures of andere zaken? Weinig tot niks. De enige die wat kleine probleempjes heeft ondervonden de laatste tijd is Robert. Dus, maar de rest is in orde. Die is terug vandaag, zag ik hem. Ja. Is daarmee de keuze nu definitief gevallen op Koopmans? Nee. En ook dat wordt nog besproken. Dus, en we gaan ook kijken hoe we dat met Robert het beste in kunnen vullen. Dus. Ik heb het gevoel dat Somerville en Ulchik gaan starten. Klopt dat? Ook dat is nog niet duidelijk. En dat weten de jongens ook. Kijk, dat zijn allemaal, voor mij zijn dat allemaal vragen, Jim. Ik snap jou. Maar als de jongens het nog niet weten, dan kan ik het hier ook niet zeggen. Wat heb jij voor relatie met Ulchik? Ik heb een beetje het gevoel dat jij zijn vader bent. Ik zag hem bijvoorbeeld bij die oefenwedstrijd armen om me heen. Je bent bezig met de coaching met hem. Nou ja, er is aangegeven dat dit een moeilijke jongen is. Nou, en ik heb ondervonden dat het helemaal geen moeilijke jongen is. Het is juist een fantastisch mens. Alleen, hij flapt er wel eens wat uit. En dat herken ik zelf. Dat heb ik zelf ook. Dus ik vind dat je dan iemand moet begeleiden. En dat is een jonge jongen. Hij is heel vroeg gekomen. Op jonge leeftijd de top al gehaald. En daardoor eigenlijk een beetje in de vergetenheid geraakt. Door ook hemzelf, maar ook de keuzes die hij gemaakt heeft. Nou, dan moet je proberen om de jongen weer te helpen. En daar ben ik trainer voor geworden. Maar klopt wel dat jullie iets speciaals met elkaar hebben, toch? Nou ja, je kan niet zeggen dat je niet met de een iets meer hebt als met de ander. Dat is, en dat heb ik met hem wel, dat klopt. Maar ik vind Somerville ook een fantastisch mens, hoor. Ja, en die is on fire, hè? Zo heet dat tegenwoordig. Ja, als je de wedstrijden die hij gespeeld heeft bij Oranje, ja dan... Ik heb ook gezegd, je had er één of twee moeten bewaren. Hij zei, maar ik heb er nog een paar voor jullie, dus... Nu gaat het gebeuren. Laten we het hopen. Is het de eerste 6 punten duel? Ja, wat is 6 punten? Kijk, wij kijken gewoon van week tot week en wij kijken niet ver vooruit. We willen gewoon heel snel waar we staan weg, dat lijkt me duidelijk. Maar ja, 6 punten. Ik vind van niet. Maar ja, zoals de voetballerij werkt, dan roept men dat. Maar de belang van de wedstrijd, die snapt iedereen wel natuurlijk. En dat we de weg willen, dat snappen we ook allemaal wel.